Enrique Woning, je bent 50 geworden in de finale van de 400 meter horde. Hoe ging je race? Het eerste gedeelte van de race was eigenlijk heel goed. Klopte allemaal ritmisch. Maar halverwege de bocht klopte het ineens niet meer. En kwam ik eigenlijk niet helemaal uit. En daar baal ik nu eigenlijk een beetje van. Mijn gevoel, verloor ik daar veel snelheid, waardoor ik ook niet goed door kan. En dat, daar baal ik wel een klein beetje van. Je hebt alsnog een seizoensbesttijd gelopen. Waar zit dan die ontevredenheid in? Toen ik over de finish kwam, had ik helemaal niet door en ook niet verwacht dat ik die tijd liep. Dus toen ik tijd zag, was ik wel wat meer tevreden. Maar ik denk als ik een goede race had gehad, had ik een PR kunnen lopen. En dat knaagt dan nu een beetje. Ja, je had een beetje een rommelige aanloop, geloof ik. Dit is pas je vijfde race geweest en pas je derde 400 meter horde. Wat ga je hierna nog doen? Daar ben ik zelf nog niet helemaal over uit. Aan de andere kant denk ik van... Dit was gewoon een goede race en er zit misschien nog wel meer in richting een PR. Maar ik ben nog steeds niet helemaal klachtenvrij. Dus dat zit nog een beetje in dubio welke risico's ik nog ga nemen en wat er nog te wachten staat. Dus daar ga ik nu en morgen even over nadenken. Ook een beetje afhankelijk van hoe ik morgen wakker word. Je weet nog niet wat je volgende wedstrijd gaat worden. Nee. Dankjewel. Graag gedaan.